Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. BSC 68 mag zich trotse lijstaanvoerder van de vierde klasse D noemen. Het heeft in de eerste 5 wedstrijden 13 punten behaald. 4 overwinningen, 1 gelijkspel. En TOGB is een tegenstander waar de Benthuizenaren van moeten winnen. De eerste aanzet is alvast gegeven in de vorm van een waarschuwingsschot. Nieuw zoeken naar het doel van de ploeg uit Berkel en Roderijs. Nu is het schot vanaf links van Lodi Dijkhuizen. Maar ook hij miste de juiste richting en het benodigde venijn in zijn schot. Matuera met een slap rolletje. Tenminste, zo lijkt het. Maar de keeper verkijkt zich erop en dus is Matuera de gevierde man. Zo kan het gaan. Eerlijk is eerlijk, doelman Ryan Lol zit mis. Laten we daar maar geen slechte naamgrappen over maken. Feit is dat BSC 68 de score opent na iets meer dan een half uur spelen. En dat was nodig ook. Wat kunnen de bezoekers daar tegenover stellen? Zij hopen op een strafschop, maar die krijgen ze niet. En dus kan Marco Lange daar zijn zegeningen tellen. De trainer die het naar zijn zin heeft bij BSC 68. Opnieuw een aanval van de gastheren op ons nieuwe erf. Ten nauwe nood overleeft TOGB die aanvalsopzet in het natte Benthuizen. Matuera met de hoekschop. Goed aangesneden. 1 man onderdoor, 2 man onderdoor. Maar niet deze Thijs de Ruiter. En die gaat het weer vieren met een gek dansje. Dat doet hij wel vaker. Soepel in de heupen als altijd. Maar belangrijker, hij staat waar hij moet staan. Op het moment dat twee ploeggenoten de bal compleet missen. Goeie aanname op de borst. En dan door de benen van Lol. Die een dag beleeft. Waar menig keeper een nachtmerrie over zal hebben. Duimpjes de lucht in. Bij BSC is iedereen blij. Bij rust leidt de ploeg van Lange met 2-0. En het is een kwestie van uitlopen, zou je zeggen. Dit is dan niet helemaal wat je verwacht van de captain van BSC, Falco Henze. Die had zich daar mogen, misschien wel moeten onderscheiden. BSC bewaart overigens geen goede herinneringen aan TOGB. Want 15 jaar geleden speelde het op het complex van de ploeg uit Berkel en Roderijs. Om een plekje in de tweede klasse. En verloor het uiteindelijk van Victoria 06. Een vervelende herinnering waar TOGB natuurlijk verder weinig aan kan doen. Maar misschien helpt het in de motivatie. Goede steekpaas van de Ruiter. Geen buitenspel. Afronden dan maar. Maar er wordt gefaald. Hopeloos. Door Joep van Stralen. En dat in het achterhoofd. Wetende dat doelsaldo wel eens belangrijk kan zijn in de strijd om de periodetitel. Dit is geen goal, maar wel een terugspeelbal. Zo zegt althans scheidsrechter Smit. Die wijst waar de muur moet gaan staan voor deze indirecte vrije trap. In het 16 meter gebied. Van heel dichtbij. Afleggen, uithalen en daar is dan de 3-0. Beslist was het al, maar nu komt er nog een benodigde treffer bij. Van Leon Corving, die vorige week ook al 2 keer doel trof. En nu kan het belangrijk zijn voor het doelsaldo. BSC doet wat het moet doen. Het wint met 3-0 van TOGB. Van tevoren moet je dit natuurlijk wel vandaag ook waarmaken. Ik denk, ik heb 90 minuten tot de laatste minuut toegenoten van deze pot. Zijn er dan nog verbeterpunten voor jou? Of denk je van, er is bijna niks beters te noemen. Deze wedstrijd was bijna perfect. Nee, er zijn altijd verbeterpunten, maar daar wil je natuurlijk niet, hoef je het niet per se nu over te hebben. Ik denk dat als je zo wint zoals vandaag, ik bedoel, je hebt die wedstrijd zelf gezien, iedereen stopt daar zoveel energie in, maar dan mag ook wel eens een keer dingen mislukken. He, want dat is ook voetbal, daar mislukken wel eens dingen. Maar ja, ik ben dik tevreden over de inzet van werkelijk iedere speler, van iedere wissel die erin gekomen is. Het was echt top vandaag. En je staat natuurlijk nog steeds koploper, hoe voelt dat? Ja, geweldig. We moeten zo door blijven gaan. Maar we zijn er met z'n allen gewoon keihard voor bezig om dit jaar mooi af te sluiten. En we gaan er gewoon alles aan doen om gewoon de titel binnen te halen. En volgende wedstrijd, wat verwacht je daarvan? Dat is tegen de nummer laatst van de competitie, dus? Ja, we moeten niet te voorbarig worden. We moeten gewoon best meteen gaan zoals elke andere wedstrijd. En dan weet ik zeker dat we hem gewoon goed gaan afsluiten. En gewoon met z'n allen weer ervoor knokken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.